Het gaat goed met Flora Holland. Kessler Stichting op de bres voor Oost-Europeanen. En ADO Den Haag op weg naar Spanje. Dit is het TV West nieuws van donderdag 5 januari. Dag dames en heren. De stormoverlast is vanmorgen meegevallen. Het KNMI heeft het waarschuwingsniveau inmiddels verlaagd van code oranje naar code geel. De hoogste waterstand aan de kust wordt in de loop van de dag verwacht. Naar verwachting zal de Maaslandkering in de Nieuwe Waterweg niet dicht hoeven. De stormschade aan tuinbouwbedrijven is in Zuid-Holland minder dan in andere provincies. De VID waarschuwt wel voor windstoten op de weg. De A4 is kort afgesloten geweest vanochtend en Schiphol heeft diverse vluchten geschrapt. 2011 was voor Flora Holland een goed jaar. De bloemenveiling met onder meer veilingen in Naaldwijk en Rijnsburg draaide een omzet van 4,2 miljard euro. En dat is iets meer dan het jaar daarvoor. En onze verslaggever Hans Otten staat op de veiling in Rijnsburg. Nou Hans, veel sectoren hebben te lijden onder de economische crisis. Hoe komt het dat het met de bloemen juist zo goed gaat? Maar ja, je zou bijna zeggen dat mensen misschien juist in die donkere tijden graag een bloemetje op tafel hebben. Wellicht. In ieder geval komt ook een groot deel van die groei natuurlijk. Want voor 85% van de bloemenhandel hier is men afhankelijk van het buitenland. En een groot deel komt van de groeimarkten in Oost-Europa. Maar goed, dat zijn niet de enige redenen dat het goed gaat hier met de veilingen. Eigenlijk zijn daar drie redenen voor. Eén is het weer. Vorig jaar hebben we een hele goede zomer- en decembermaand gehad voor de verkoop van bloemen. De tweede is de euro. In 2010 was de euro eigenlijk heel erg sterk. Door de bankencrisis zien we dat in 2011 de koers van de euro aanzienlijk gedaald is. En de derde is eigenlijk ook weer te verwijzen naar de crisis. We zien dat het vertrouwen van de consumenten gedaald is. Dat daardoor consumenten grote aankopen hebben uitgesteld. Dure vakanties, een nieuwe auto. En daardoor meer tijd in huis hebben doorgebracht. En die tijd die ze in huis doorbrengen dan wel zo aangenaam mogelijk willen doorbrengen. En daar passen bloemen prima bij. Het gaat natuurlijk niet met iedereen even goed, hè? Want dit is natuurlijk maar een deel van het verhaal. De kwekers bijvoorbeeld, die hebben het wat slechter gekregen. Met name de kwekers van snijbloemen, die hebben gemerkt dat ze voor een beetje winst toch meer bloemen moeten snijden. Want de prijs is voor hen wat lager geworden. Goed, dankjewel. Hans Otten vanaf de veiling in Rijnsburg. De Haagse Kessler Stichting vindt dat iedereen, ook Oost-Europeanen, toegang moeten blijven houden tot de nachtopvang. De VVD in Den Haag pleitte eerder deze week voor een strenger toegangsbeleid. In opvangcentra in Den Haag komen volgens de liberalen steeds vaker Midden- en Oost-Europeanen. En als zij zelf niet economisch actief zijn, mogen ze alleen in de Hofstad verblijven als ze geen beroep doen op sociale voorzieningen. De Kessler Stichting ziet een streng toegangsbeleid niet zitten en vindt dat de opvang er is voor alle sociaal kwetsbaren, ongeacht afkomst en religie. Mensen zijn mensen, het maakt niet uit of ze uit Den Haag komen of uit Polen of uit Bulgarije. Ik denk dat ieder mens sowieso recht heeft op opvang. De gemeente Den Haag zal binnenkort concrete stappen zetten om niet regionale dak- en thuislozen te weren uit de reguliere opvang. Met name voor de groep Midden- en Oost-Europeanen zal het consequenties hebben. Waar moeten die naartoe? Maybe I go home, maybe. I think so. But of course I don't want to sleep on the street. But I hope I find and I try to do it. De gemeente Den Haag laat weten later vandaag met een reactie te komen. En straks in het TV West nieuws. ADO Den Haag op weg naar het trainingskamp in Spanje. De containerhaven bij Alphen aan den Rijn heeft vorig jaar bijna een miljoen euro verlies geleden. Door de kapotte bruggen over de Gouwe en storingen in kranen werden er minder containers verscheept naar Rotterdam dan geraamd. De directie verwacht het verlies goed te maken door het komend jaar ruim 42.000 volle containers te vervoeren. In de regio's Den Haag, Leiden en Gouda hebben meer jongeren een alternatieve straf gekregen voor vuurwerkoverlast dan het vorig jaar. Dat is tegen de landelijke trend in. Bureau Halt zette in het noordelijke deel van Zuid-Holland 138 jongeren voor straf aan het werk. En dat zijn er 7 meer dan het vorig jaar.
Bedrijven in Alphen aan den Rijn zijn woest nu de verbrening van de N207 naar de A4 weer is uitgesteld. De provincie vindt dat het onderzoek naar de gevolgen voor het milieu overgedaan moet worden. En de bedrijven noemen het besluit van de provincie de meest platvloerse vertragingsactie die je kunt bedenken. Met oudejaarsnacht is de lumpiakraam van mevrouw Lien in Schoonhoven uitgebrand. Volgens de brandweer is er vuurwerk in de kraam gestopt en aangestoken. Mevrouw Lien was niet verzekerd en heeft ook geen geld voor een nieuwe kraam. Denise Oudenaarde mist het vertrouwde gezicht van de lumpiakraam op het Albert Plesmanplein. Ze trekt zich het lot van mevrouw Lien aan. Er is al heel veel gebeurd met het lumpia-wagentje. Hij is al een keer op zijn kant gegooid en graffiti opgespoten. En dat vond ik zo zielig. Toen ik het hoorde gelijk, ik las het voor het eerst op Twitter, zei ik nou, als die vrouw niet verzekerd is, dan zorg ik persoonlijk voor een nieuwe kraam. Dus dat heb ik maandag uitgezocht en daar ben ik nu hard mee bezig. De winkeliers en de klanten geven gul. Ja, als je een fout dan lukt het. Ja, alsjeblieft. Schandalig wat er gebeurd is. En dat kan echt niet. Dus ja, ik vind het goed dat iedereen een stukje wil bijdragen. En dat wil ik ook. Dus ik hoop dat ze weer snel lumpia's kan gaan verkopen eigenlijk. Ze staat hier natuurlijk al heel lang. Staat ze hier in Schoonhoven Noord staat ze ook. Dus ze hoort een beetje bij de stad. Een nieuwe lumpia-kraam kost 3000 euro. Na 2 dagen staat de teller op 1000 euro. Denise heeft er alle vertrouwen in dat er snel een nieuwe lumpia-kraam staat. Ja, mooi idee. Na afgelopen weekend zijn tijdens een brand in een kassencomplex in 3 katten ernstig gewond geraakt. De katten hadden 2e en 3e graadse brandwonden. De dieren werden behandeld in de dierenkliniek in Honselersdijk. 2 katten zijn inmiddels weer thuis. De 3e poes, Blackie, zit nog steeds aan het infuus. Hey Blackie. De koppie is nog verbrand, zie je dat? De eigenaar van de katten was op het moment van de brand niet aanwezig. En de 3 katten zaten in een caravan. Ze zijn alle 3 binnengebracht met brandwonden. 2 zijn zaterdag binnengebracht. En Blackie, die is hier nu nog, die is zondag binnengebracht. Die zit nu nog aan het infuus. Blackie was er slecht aan toe. De haartjes waren helemaal weggeschroeid. Sommige plekjes op de huid waren heel erg beschadigd. Sommige plekken is de huid af. Nou, ze heeft heel erg verbrande voedsel. Dus dat is heel pijnlijk. Het zijn wel 3e graad brandwonden. 2e, 3e graad. Er waren ook honden aanwezig, maar die zijn ongedeerd gebleven. Deze is door brandweerman gered. Op de plek van de brand is het 1 grote ravage. Het is een heel klein beetje asbest. Daar stel eigenlijk niks voor. We kunnen er hier langs hoor. Ja, gewoon langs jou hoor. Die caravan die... Even kijken, dit is de aanhangwagen. Ja, ik sta hier bij zijn caravan. Niks meer van over, alleen een beetje staal, verwrongen staal. Ja. Banden, alles is gewoon weg. Ja. En daar hebben natuurlijk die katten in gezeten. De andere 2 patiënten maken het naar omstandigheden goed. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het is nog niet duidelijk wanneer Blackie weer naar huis mag. Ja, ik zou hem zo willen meenemen. Nou, sport dan. ADO Den Haag is vertrokken richting Spanje. De club trekt een week naar de zon om zich daar voor te bereiden op de 2e seizoenshelft. En vanochtend om 4 uur moesten de spelers verzamelen. Uiteraard stond trainer Maurice Stijn vooraan. Goedemorgen. Het was vroeg vanochtend voor ADO Den Haag. Met de slaap net uit de ogen is de Haagse club vertrokken richting Spanje. De reisleider er helemaal klaar voor? Ja, zeker ja. Een beetje vroeg, maar alles zit in de bus, dus we kunnen. Vorig jaar viel daar eigenlijk voor het eerst het woord Europees voetbal. Dat begon een beetje zijn eigen leven te leiden daar. Ja, klopt ja. Natuurlijk, vorig jaar gingen we volgens mij 7e of 8e de winterstop in. En toen is het eerst voor het eerst genoemd daar. Dus we hoeven het nu niet meer te noemen. Maar we zullen kijken waar het uiteindelijk toe leidt dit jaar. De doelstellingen voor dit jaar zullen echter anders zijn. De doelstelling die we neer hebben gelegd was tussen 8 en 12. Waarin we natuurlijk hopen met een hoop mooie wedstrijden. We krijgen een hoop mooie wedstrijden hier thuis om in ieder geval zo hoog mogelijk te eindigen. Het liefst 8e, maar we hebben ook gezegd als het onverhoop 12e wordt en er zitten een aantal dingen tegen, dan denk ik dat we nog tevreden moeten zijn. Ik wens je een hele fijne vlucht. Oké, ja, dankjewel. Het is lekker weer ook om te vliegen, toch? Ja, hou maar op. Ja. ADO Den Haag verlengde gisteren de contracten van Mike van Duinen en keeper Coutinho. En beide spelers zijn de komende 2 seizoenen verbonden aan de Haagse club.
En hoe het allemaal gaat met ADO Den Haag in Spanje, dat is vanaf morgen te volgen bij Omroep West. Ja, het weer dan. Nou, we hadden het er al over. De dag begon stormachtig met felle buien. Gaat het vandaag zo door? Jordi Bloem van Meteo Consult. Ja, dat blijft voorlopig de hele dag doorgaan. Vanavond pas een wat afnemende wind. En de buien die zijn vooral vanochtend actief. Vanmiddag is het allemaal wel droger in de regio. Af en toe komt de zon erbij. Maar de wind blijft toch wel duidelijk aanwezig. Windkrachten 5 tot 7. Dat is een vrij krachtige tot harde wind. Af en toe stormachtig aan zee, kracht 8. Soms misschien zelfs net aan 9 bovenhoor vanmiddag. Want dan hebben we weer de volgende windpiek. En de zware windstoten die af en toe voorkomen, die blijven ook de hele dag doorgaan. Wat dat betreft is het dus oppassen op de weg vandaag. Temperatuur bij dit alles vanmiddag rond 8 graden. Ja, dan kijken we alvast vooruit naar ons programma Tis Wat. Deze week de meest in het oog springende onderwerpen van 2011. Klusjesmannen Ricardo en Erik laten vanavond zien hoe je een stroomkabeltje aansluit. Of eigenlijk beter gezegd, ze laten zien wat er gebeurt als je dit niet goed doet. Je hebt één stopcontact in de muur. Je gaat eerst even kijken. Als het goed is, komt er een blauwe, een bruine en een groen-gele draad uit. Wat u dan moet doen is even naar de meterkast even de stroom uitzetten, want anders... Zo moet het dus niet. En hoe het afloopt met onze klusjesmannen ziet u vanavond in Tis Wat na het TV West nieuws. Tot zover dan het TV West nieuws voor nu. Straks kunt u nog kijken naar Tis Wat dus, waar we het net al over hadden, en naar het programma met de verborgen camera. Geen idee. En meer nieuws vindt u ondertussen op onze website westonline.nl en hoort u natuurlijk de hele dag door op 89.3 Radio West. Vanmiddag om 5 uur zijn we er met een nieuwe uitzending van het TV West Nieuws. Een hele fijne dag en graag tot later.